De regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi heeft in ongeveer 2 jaar ruim 13.000 grondbeschikkingen verstrekt aan burgers. Volgend jaar wordt de focus gelegd op het aspect van huizenbouw, welke gekoppeld is aan een woningbouwseminar voor bedrijven die in staat zijn een bijdrage daaraan te leveren. Het staatshoofd heeft deze uiteenzetting gedaan bij de recentste uitgifte van grondpapieren op 28 oktober 2022. Deze activiteit heeft plaatsgevonden te onverwacht in het district Para. Er is zekerheid, omdat Amoni de. U spargen, u rokogen, maar u, Harry, Iberen toe. Jullie hebben offers gebracht. En bakat 2 jaar werd taki, nu is het tijd om terug te geven aan het volk. En nou, Jaso Baka, praat grong, is de, Mr. Minister, hoe is mijn tijdlijn? Tel ik 31 december, hoe praat grong, hoe betak ik ba? Tot en met 31 december gaan we nog 5.000 uitreiken. Met deze uitreiking, minister, op zijn bijna door 13.000 ba. Met deze uitreiking voor de 2 jaar, we door 13.000 uitreiken. En we gaan door. Voor zijn einde van het jaar is hier. Over 2 weken is al gepland, Marowena. Daarna gaan we naar Saramaka. Daarna gaan we naar Nikeri. 17 december... gaan we de eerste grote seminar hebben over woningbouw. En we gaan alle bedrijven in Suriname, iedereen die denkt te kunnen bouwen, zo'n ozom, zo'n type, zijn aan je prijs. Tjako. Dus als je wilt starten met je bedrijf, met wat je plan, dit is wat je doet, dit is wat je praat. Denk aan len money, boek op money, dan gaat productie via los of rustig af. Dus iedereen maakt er rustig gebruik van. KMO daartoe, dat pik aan len money om je kleine bedrijf ook op te zetten. Gefeliciteerd, broeder. Alsjeblieft. Mijn Briti, dankzij pres, dankzij Akondre, allemaal, mijn vinoan pisgroen papira. Dus nu ben ik echt blij. Ik zou best wel alle jongeren bemoedigen om zich te registreren. Zodat je ook in aanmerking kan komen voor een bouwperceel of landbouwperceel. Doesn't matter, zolang je een perceel hebt op jouw naam. En zolang je geloof hebt in de regering en jezelf natuurlijk, dan kan het sowieso lukken. Want ik heb geloof gehad en het is gelukt. Vandaag is voor mij een emotionele dag. Reden waarom? Ik ben in Para geboren. Geboren getogen in Para. En de locatie waar we hier staan, hier ben ik erkend door mijn vader. Deze beschikking draag ik op aan wijle mijn vader, Akaya Kasketi Alfred. En mijn wijle mijn moeder, Alupa Leonie Kasketi. Die dit op mijn naam hebben overgedragen samen met mijn broers en mijn zusters. Ik neem het in ontvangst namens hun. Ik had graag gehad dat ze het hadden meegemaakt.